Wat vond je van de Code Rood actie van vanochtend? Ja, ik vind het heel goed dat het gebeurt. Het is denk ik volgens mij de eerste actie op die schaal in Nederland. Voor mijzelf is het zeg maar een stap te ver om dat te doen. Dat vind ik net iets te spannend. Wie iemand anders binnenstappen en te zeggen van ik leg het hier even stil. Maar ik vind het wel goed voor de aandacht die het oproept, die het vraagt. En je ziet ook dat wat dat betreft wel geslaagd is, hè, want alle grote media hebben het opgepakt. Ja, en zijn dat soort acties ook nodig om klimaatverandering te stoppen? Ja, ik denk op zich niet dat meteen die opslag nu dicht gaat. Maar ik denk dat het wel bij het grote publiek misschien toch net zeg maar, een stapje verder de actie of het idee oproept van hey, hier is echt iets aan de hand. En je moet er heel hard over gaan nadenken en misschien ook zelf in actie komen. Want dat is eigenlijk wat we echt met z'n allen moeten gaan doen. Je voelde niet de aandrang om mee te doen met de bezetting dit jaar? Nou, ik moest helaas dus werken. En ik heb wel veel vrijgevraagd voor de G20 die volgende maand is. En het kan daar ook nog best wel een zaak worden waarbij veel politie komt kijken. Dus ik wilde dat niet van tevoren al hebben voordat ik daaraan kon beginnen. En gewoon ontzettend veel kudo's voor de mensen die nu binnen zitten en in die hijskranen gaan zitten, et cetera. Want ze hadden wel de tijd om die voorbereidingen te kunnen doen. Ik vind het echt zo geweldig, dus daarom was ik er ook gewoon vandaag bij. En ik was er vorig jaar dus ook bij, omdat ik dat dus ook niet werk en zo. Dat is heel erg nauw aansluitend op deze actie. En ik heb gewoon een inkomen nodig. Ik heb ook een klein contract, dus ja. Daar zit ik ook bij de vakbond tegen Flex. Ja. En Flex werkt de wereld naar de kloten, ondersteboven. En die kan mensen tegen elkaar uitspelen, zodat ze dus ook moeilijker in actie kunnen komen. Dus de mensen die dat wel doen, die krijgen steun van mensen zoals ik.